Samen sterk in het buitengebied. Zo heet het project waarbij een aantal organisaties illegale zaken in het buitengebied van Zuidoost-Brabant aanpakt. En met zoveel succes dat het systeem nu in heel Brabant wordt ingevoerd. Uit eigen videoopname van het speciale handhavingsteam blijkt wat zij zoal tegenkomen. Hier is het een en ander aan bos weggekapt, onder begroeiing, weggehaald. Voorbeelden van misstanden die wij tegenkomen zijn illegale hennepteelt, afvaldumpingen, stroperij, illegale cross, stropende honden. Dat zijn toch wel de belangrijkste items. In de aanpak zit het succes hem in de samenwerking. Nou, nu nog lopen allerlei toezichthouders in het buitengebied rond die elkaar niet of nauwelijks kennen. De bedoeling van het project is dat ze weten van elkaar op de hoogte zijn waar de een op let en waar de ander op let. En ze hoeven niet allemaal hetzelfde te worden, ze moeten elkaar leren kennen, zodat ze overtredingen waar ze niet over gaan, maar iemand anders wel, door kunnen geven, zodat die toch aangepakt kan worden. De eerste zwijnenpoot. Van deze weg liggen er twee. Ik zou denken, al die organisaties die doen dit toch al, waarom moet je daar een speciaal project met speciale handhavers voor hebben? Nou, ieder doet nu zijn eigen ding. Als bijvoorbeeld een man van het waterschap een slootje aan het dreggen is, dan houdt hij zich daarmee bezig. De bedoeling is dat als hij daarnaast ziet dat er ergens afval gedumpt wordt, hij de handhaver kan bellen die daarover gaat, zodat het probleem wordt opgelost. Het is vergelijkbaar met de juffrouw van school die ziet dat de klink kapot is. Die hoeft hem niet te maken, maar die moet het wel even doorgeven aan de conciërge. Ik denk dat wij ons hebben laten zien van wat we waard zijn en dat het ook nodig is wat we doen. En ik ben ervan overtuigd dat dit project Brabant Breed een succes zal worden. Samen sterk in het buitengebied werkt het tot nu toe in 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Dat zijn er vanaf nu ruim 40. En daarmee is het project in zo goed als heel Brabant ingevoerd. Toch doet een aantal gemeenten niet mee. Zij zullen zien aan de succes van het project in de rest van Brabant dat het uiteindelijk gewoon oplevert. Dat je voor een kleine bijdrage die nodig is voor dit project heel veel handhaving terugkrijgt. En dus uiteindelijk ook weer geld bespaart. De pakkans wordt groter, er zijn meer mensen die erop letten. Ik denk dat mensen zich wel nog wel bedenken om iets illegaals te gaan doen.